Het cordon sanitair is de levensverzekering van de linkse partijen in Vlaanderen om zo zelf aan de macht te kunnen blijven. Het is ondemocratisch en de Vlamingen krijgen zo nooit het beleid waar zij om vragen. Dit is niet langer houdbaar en moet veranderen. De Vlaming mag niet langer genegeerd worden. Trouwens, in verschillende peilingen blijkt dat het Vlaams Belang in 2024 de grootste partij van Vlaanderen zal zijn. En dat is het beste bewijs dat de Vlaming zich niks aantrekt van dat ondemocratische cordon sanitair. Groot was mijn frustratie toen N-VA in Denderleeuw op de proppen kwam met een intentieverklaring voor al zijn bestuursleden en mandatarissen om het Vlaams Belang uit te sluiten. Een partij die bij de laatste verkiezingen meer dan een kwart van de kiezer wist te overtuigen. Het is onaanvaardbaar dat een partij die beweert tegen het cordon sanitair te zijn, zijn eigen leden chanteert om niet samen te werken met het Vlaams Belang. Ik heb er daarom als N-VA-lid voor gekozen om de overstap naar het Vlaams Belang te maken. Nooit zal ik aanvaarden dat een zogenaamde democratische partij een groot deel van de kiezer bij voorbaat uitsluit. Het is dan ook hoog tijd dat we voor eens en altijd het cordon naar de prullenmand verwijzen, want het is een verkrachting van de democratie. En daarom is een stem voor het Vlaams Belang in 2024 meer dan ooit belangrijk. Samen zullen we het cordon doorbreken en zullen we ervoor zorgen dat Vlaanderen eindelijk een echte democratie wordt.